Hi iedereen, ik heb vandaag weer een kooktip voor jullie. Ik ga jullie laten zien hoe je eieren kunt pocheren. En het ziet er altijd zo heel decadent uit, zo'n lekker ei zonder schil met het dooi die er nog uitloopt. En het lijkt heel ingewikkeld, maar het valt reuze mee. En ik ga jullie laten zien hoe je dat doet. Dit heb je nodig. Je eitjes, witte azijn, wat zeezout, een bakje en een klein zeefje. Het azijn zorgt ervoor dat het eiwit snel stolt. Breng een pannetje met water aan de kook. Voeg een schuitje azijn en wat zeezout toe. Het water is goed als het net tegen de kook aan zit. Leg het zeefje op het bakje en breek het eitje erboven. Maak met een garde een draaikolk in je water. Giet nu het eitje in de draaikolk. Na ongeveer 3 minuten koken is je gepocheerde ei klaar. Tadaa! Gepocheerde eitjes bewaar je tot gebruik in warm water. Dit zijn de gepocheerde eitjes. Ik bewaar ze altijd even in warm water, want dan kan je zo meerdere na elkaar doen en dan blijven ze lekker warm. Dit is natuurlijk super lekker op een broodje met avocado of nog lekkerder met gerookte zalm. Nou, ik hoop dat jullie wat aan mijn tip hebben gehad. Laat het vooral even weten via Instagram of social media als het gelukt is. Vind ik altijd hartstikke leuk om te zien. En nu bedank ik je weer voor het kijken en dan zie ik jullie hopelijk snel weer.